Allemaal, hartelijk welkom, alle kijkers thuis. Wij staan hier op de Lint in afwachting van de optocht. En we gaan dadelijk een live verslag doen van de hele optocht. We hebben het zonnetje meegenomen, het is prachtig weer. Voor degenen die lekker thuis op de bank zitten, ga er lekker van genieten. En het feestgedruis barst hier zo los. Ik ga dit niet alleen vandaag hier doen. Mijn mede-commentatoren zitten hier tegenover mij, achter de camera. Huub Groenland, Shani Kooijmans. Hallo. Met z'n drieën gaan we vandaag vertellen wat er allemaal te doen, te beleven en te zien is. En we hopen dat jullie dan alles meekrijgen van wat er hier in Oosterwijk, in Dullekeschat, gaat gebeuren vandaag. Allemaal veel plezier. Nou, ze komen nu heel dichtbij, hè? Ja, dat is mooi. Bij ons op de keukendeur. Is het niet op de roze deur? Wij ons vader schreef op het behang. Lekker is mijn vinger lang. En op de deur van het buffet. Daar heeft ons moeder opgezet. En wat er bij ons ook gebeuren zal. Wij vieren altijd carnaval. Leuk. Ja, dan zijn ze weg. Kijk, de zang is erbij. Ja, dan zijn ze uit beeld. Maar... ze zijn weggelopen, u? Ja, daar komen we wel weer terug. Daar komt ik mee zingen natuurlijk. Ja, dat denk ik. Normaal stopt dan een orkest. Hè. Ja, dan komen ze er dichterbij. Ze zien er heel mooi uit. Hè. Ja. Kennelijk toch wel zwaar werk. Ik zie hier en daar zweetdruppeltjes op de voorhoofd staan. Ja, ja. Dat is niet voor niks. Nee. Even Claudia naar die twee mannen toe gaan, naar de dorps Delkenswachter. Zie ze al aankomen. En de brandweerman ook, want die... met een jubileum, hè? Die hebben een jubileum, ja. Jij biedt te vieren. Ja, de 40ste keer. Ik ga eens even kijken of dat ik ze daar kan vangen. Ja, het is de 40ste keer dat zij hier optreden. Samen. Ja. Stappen al af. Heren, jullie hebben hier een jubileum te vieren? Kijk! Ja. Ik denk het wel, dat is voor jullie! Ja, 40 jaar doen ze samen al mee met het carnaval. En een welverdiend lang zullen ze leven. Langzaam zal leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Kijk. En de albaden van deze twee echte carnavalvierers. Genieten er zichtbaar van. Ja. Oh.
Nou, geweldig toch? Heerlijk. Als je al die mensen ziet in de optocht, nou, ik krijg er een gevoel van hemels. Een hemelsfeertje. Ja, die zit in de virus, zit in de bloed en carnaval dan, nou, daar word ik helemaal gek van. Je gaat er nooit meer uit, maar eigenlijk een 44 hoort eigenlijk meer bij carnaval. Dus dat betekent dat er nog minimaal 4 jaar aan vast moet. Ja, maar voor de zekerheid liggen buiten ons 40 jaar dat doen. Je weet nooit, over 4 jaar. We doen al 40 jaar mee. Misschien 44 jaar dan nog. Snap je wat ik bedoel? Ik snap hem. En dat geldt voor deze meneer precies hetzelfde? Precies hetzelfde. Ja, we zijn ook bijna twee eigen eenling. En, ja, de ene is meer eigen dan de andere. Ik zeg het goed. Oké. Okay. Nee, maar nee, we blijven gewoon doorgaan. Dus die 4 jaar gaat er ook nog gewoon aan? Makkelijk. Geniet van jullie jubileum, geniet van de optocht, het weer. Veel plezier. Kan niet stuk. Nou, dat was een mooie oudbaar voor de twee mannen, hè, Shani? Ja, echt. Het ziet er ook grappig uit. Ze zijn helemaal trots. Op de fiets. Nou, dan zien we de prins al aankomen met een aantal adjudanten. Lars, Bart en John. En de godsenboer moet er ook bij. Oh ja, die loopt naast de prins. Kijk, de prins heeft zich voorgenomen. Oh, daar zien we nog het vaandel. Dat is van de week is dat officieel bekendgemaakt. Ze hebben een nieuw vaandel van de Raad van Masterdolle. En dat was afgelopen vrijdagavond. Weet je ook wat erop staat, u? Ja, Raad van Masterdolle. Ja, erop. Erger u niet. Maar verwonder u slecht. Heel goed. Het is van 1970 en Karel Huberts, de oud tandarts uit Oosterwijk, die heeft het onthuld. Ja, dat zijn ze nou aan het vertellen. Het nieuwe vaandel. Maar goed. Ja, dat was heel mooi. Dat was een mooie bijeenkomst vrijdagavond al. Want ja, we moeten overal bij zijn. Hè? En het bestuur zie ik nu ook staan. John Monkel, Jos. Daar zijn ze weer even weg. Het is nummer 3 deze. Ja, dat blijft ook nummer 3 hoor. Dat blijft nummer 3? Ja, denk het wel. Ja. Voorlopig wel. Hè. Ja, mooi. Ja, hier is de vaandeldrager. En die mag er zijn leven lang doen. Dat hebben ze afgesproken. Zo. Ik zal zo de prinses even vragen hoe dat dan nou bevalt, hè? Zo lopend op straat. Nou, het is net de pauze. Tussen het volk, hè? Tussen het volk. Dat is de keuze die gemaakt is. En dan zien we al in beeld zien we al de belletjes. De belletjes komen eraan. De belletjes. Die zeggen van zichzelf, wij zijn nog steeds het licht. Met een knipoog. Ga gewoon in het rijtje staan, krijg vanzelf een hand. Ja, rustig. Oh, hij gaat ineens de andere kant op. Ja, loop toch niet weg, Erik. Hallo, ja. Hoe is het? Ja, het gaat erg goed. Zo mooi weer. En, speciaal besteld. Ja, als je de proclamatie leest die we een paar maanden geleden hebben gezegd, van, nou, het wordt gewoon mooi weer. En we hebben wind mee van de Petruskerk naar de Johanneskerk. Dus, helemaal goed. Ja. En hoe bevalt het nou om zo lopend de stoet vooruit te lopen? Nou, helemaal geweldig. Want je hebt echt gewoon, we willen carnaval tussen de mensen. En het is, iedereen is zo enthousiast. Dus we zijn echt met z'n allen het handen schudden. En we zitten op de heel veel in ieder geval. We zijn de tel kwijtgeraakt. Hartstikke goed. Veel plezier. Dankjewel. En voor iedereen die vandaag die in de optocht is, die thuis is, heel veel plezier om te kijken. Dankjewel. En succes aan alle deelnemers. Dankjewel. Veel plezier. Okay. Nou, daar komen ze aan dan. De Bulkes. Ze zijn al bijna 40 jaar bij elkaar. Ze gaan overal muziek maken. Toonaangevend in Brabant. Veel concoursen gedaan, ze hebben ook al veel gewonnen. En ze zitten altijd heel strak in het pak. Maken goede muziek. En leuk die brillen! Zijn u? Leuk die brillen! Oh ja, dankjewel. Je hoort allemaal bij de belletjes, hè? Ja, dus, de belletjes. Dus dit hiervoor, Chris Cadeau. Die heeft dit mede mogelijk gemaakt, hè? Wat ze nu hebben. En John van der Bijgaard. En die hebben daar zo'n heel leuk standje. Moet ik even kijken. Wat zit er allemaal op?
cadeautjes. Ja, ik zie allemaal cadeautjes. Kijk. En zie daar, er zit beweging in. En de prins maar handjes schudden, die is de teller lang kwijt. Een heel karretje vol met attributen. Het is net Sinterklaas, hè, maar dan met die plank. Ja. Zo, heel leuk. We moeten wel muziek maken, jongens, want hallo. Nog een liedje. Ja, nog een liedje. Kijk, we worden op onze wenken bediend. Ze hebben wel feestmutsen op, hè? Ja, echt feest, ze zijn hè? Echt jarig. Ja, maar volgend jaar, in oktober is het, hè? Dan zijn ze begonnen, ja. Bijna 40 jaar, maar dit is een intro erop. Zo, ze passeren onze wagen nou. Ze hebben een nieuwe outfit. Kregen we nu even in beeld. Ja. Nieuw logo, hè? Heb je het gezien? Ja, ja, nieuw andere logo. Kleuren, ja. Als wat ben jij verkleed? Als Batman. Wow. Ziet er wel heel stoer uit. Laten we eens even goed kijken. Kijk eens, draai eens om. Zo, hé. Ziet er wel echt uit, hè? Vind je het leuk, carnaval? Ja. Veel plezier dan, hè? En jij? Wij komen uit Amsterdam, dus ik ken het eigenlijk helemaal niet. Oh, dat is bijzonder, want dat kennen ze niet in Amsterdam. Nee. Wat denk jij nou wat er hier allemaal rondloopt? Ik vind het wel grappig. Al die mensen verkleed. Ja. Nou, kijk er maar goed naar en heb veel plezier. Ja. Zo, we gaan op de... Oh ja. De FC Not. FC Not, ja. De muzikantjes. Die lopen dit jaar met de boeren op een uitspaar mee, hè? Ja. Dat is een dorpsdokter. Is dat de dorpsdokter? Ja, een psychiater. Een psychiater. Een spiegel. Ja, dat is de dokter. Niemand wil het weten. Dat is nou ook flauw. Ja, dus ook krijg ik geen klanten, hè. Dat is slecht voor de portemonnee. Ja, dat is volgend jaar soepwater. Oei, oei, volgend jaar beter. Natuurlijk. Ja, ik heb het al voor het volgend jaar. Condomoloog. Ja, je alles mee wat dat betreft. Ja. Wie weet. Kijk maar eens. Ja. Goed zo, Joey. Wat kunnen we blazen, zeg? Jongen, jongen, jongen. Ja, die jongen die heeft een volume. Nou, onvoorstelbaar, hè. Maar ook naar de rand, hè. Het is wel mooi fris groen, toch? Ja. Mooi groen is niet lelijk, hè? Ja. Zo is dat. Dat is wel heel bijzonder vinden, want ook hun zijn er nog steeds. Ja, die zijn er ook al heel erg lang. Heel lang, hou het goed vol. Ja. Ja, het is wel heel goed. En dan komt het boerenbruidspaar, Tines en Marie aan. Hè. We hebben er al de nodige aandacht aan geschonken op Lovo. Bruid en bruidegom. Het is een geweldig stijl ook weer dit jaar. Het is, wat dat betreft de laatste jaren zijn ze behoorlijk verjongd allemaal. Dat is wel heel fijn. En dat betekent dat er ook veel jeugd bij betrokken wordt. Kijk, precies. Nou, het is ook de bedoeling, toch? Dat moeten jullie nou steeds hetzelfde dansje doen? Nee. Af en toe iets anders. Ja. Wel leuk, hè, zo in de optocht. Ja. Vind jij het ook leuk? Ja. Dan moet je ook steeds hetzelfde dansje doen. Ja. Dus je kent het al helemaal uit je hoofd. Ja. Knap, hoor. Zo, dat is ook wel flink in deze. Zo. Dan hebben we een piepklein boertje. Geweldig. Schattig, hè? Camera houden, hè? Oh, die hebben ze opgedraaid. Die kan net lopen. Ja, het is mooi. Zit er heel erg leuk. Nou, flinke jonge familie. Dat is ook wel leuk, hè? Allemaal, er zal wel een opa en opa erbij horen, natuurlijk. Maar dit is wel heel leuk. En nou is het zo dat die wagen, want direct gaan we dan inderdaad bruid en bruidegom te zien. Het is mijn partijvolk wat er nu al bij is. Dus dat zal maar nog wel worden. Er wordt hier dagen. Van alles lekkers uitgedeeld, jongens. Moet je eens kijken. Oh, ja. Lekker. Dat is niet voor de cameraman, Guido. Lekkere dingen in de mand.
Maar die wagen die hebben ze samen gesteld met de technische commissie. Die heeft daarbij in bijgedragen. En zo dadelijk, kijk, daar zien we ze al in beeld. Bruid en bruidegom. Tienes en Marie, die morgen om 12 uur. Hoor je mij niet? 12 uur bij, bij Willeke en Draaier zijn, allemaal. Is het lekker, jongens? Verwacht. Ja. Zitten jullie lekker hier zo in die wagen? Ja. Dat is beter dan hardlopen. Ja! Jij vond het ook leuk? Ja, meneer de directeur. Ja, meneer de directeur, meneer het boefke. Hallo. En nu mag fietsen. Ja, maar het gaat goed. Alles is onder controle. En de sfeer is goed, hè, dus dat scheelt ook. En het weer zit ook lekker mee. Het is fantastisch, ja. Dus nee, het gaat hartstikke goed. Het is leuk. Veel plezier. Dankjewel, jullie ook. En nou, de mannen en de vrouwen, dus tegenstelling tot andere jaren, die komen morgenmiddag om 12 uur bijeen. Mannen en vrouwen bij Willeke den Draaier. Dus helemaal anders als anders. En van daaruit gaat dan de stoet naar het raadhuis. Want het gaat maar door daar bovenop. En waar is het geworden? Net nog een jongen en nou alweer een meske. Goh, dat gaat ook maar door. Het gaat gewoon door, aan één stuk. En zij krijgen er bijna niet meer bij gesmeerd. Dus ik heb al een paar keer geroepen, nou is het zat. Zul ik het zo zat zijn? Ze blijven gewoon doorgaan. Ik heb mijn best gedaan. Maar de beschuiten zijn wel bijna op, dus het moet nou toch onderhand zat zijn. Ik zie het, en het eind bijna in zicht. Veel plezier. Dankjewel. En dan, dan komen ze wat korter bij. Ja. Kunnen we dan zien, die karwaars allemaal... Die wagen waar ze in zitten. Nou is het zo dat morgen, dat is ook eigenlijk veranderd. De huwelijksvoltrekking gaat voor het raadhuis. Dus niet meer op de kiosk, maar op het raadhuis. En dat begint om 14:30. Dan worden ze, Tines en Marie, in de onechtsgebonden. Daar zitten ze. Mooi bruidspaar. Trouwens, elk jaar een mooi bruidspaar, hè? Ja, ja. Er was op geselecteerd, dus wij komen niet meer in aanmerking. Hè? Wij kunnen het wel schudden. Kijk maar, zo'n vrolijk allemaal. Het is echt een hele grote club dat wel. Nou, ja. Oma is ook wandelen met de kleinkind hier, denk ik. Met die mooie wagen. Ja. Oh, kijk toch. U gaat ook een rondje om. Het is gewoon kent, hè? Het is zo'n gebak, jong. Ik heb er ook geen kent aan. Nee, maar ik hoop wel dat ze onderhand een knup in gaan leggen, want het is zat zo, hoor. Echt waar? Jong. Ja, echt waar. Al die jong bij elkaar. Ja. Ik vind het genoeg. Ik vind het ook. Ik kan wel passen. Maar ja, we hebben een goeie weer. Dat is alvast iets. Dat is in ieder geval één ding. Veel plezier. Zou het zo zat zijn? Denk het wel. Ja, we zijn wel in de echt ook, doen ze ook goed mee, hoor. Ja, dat gaat goed. Ja, hier moet het van komen, hè, het carnaval. Van onze jeugd. Ja, precies. Het ziet er vrolijk uit, zeg. Hoe meer we ze erbij betrekken, hoe beter dat het gaat lukken. Ja, heel goed. Maar het staat hier even stil, denk ik ook voor de gezelligheid of zo. Ja, denk het wel. Leuk muziek in ieder geval. Kijk. En maar zwaaien. Kom maar. Oké, dat is Jan de Bresser. Dat is de grote man, hè, van de boulevard. Dat is de baas, de voorzitter. Hè. Hamermeester is hij. En Jan zorgt er ook altijd voor dat de auto waar wij nou in zitten, dat die altijd keurig neergezet wordt en ook weer opgehaald wordt. En het maakt niet uit hoe laat of hoe vroeg. Jan de Bresser is er. Altijd voor Lovo. Moet ook wel eens gezegd worden. Komt de spul aan hier? Ja. Die zitten daar toch heerlijk erbovenop, hè? Ja, beetje ja. Gespreid. Beetje gespreid, ja. Kan niet mis. Heel mooi. Ja, dat ziet er echt goed uit. Ja, leuk. Schitterend mooi groot ledekant. Ja. Een hoop spul erin, jong spul erin, ja. Hè? Is het leuk daarboven, jongens? Wat? Is het leuk? Ja. Wat doen jullie daar?
Kijken, zwaaien? Ja, we geven zwaaien. Snoep uitdelen. Snoep uitdelen. Dag bruidspaar erboven. Zitten naar voren op in beeld. Mooi. Ja, ja. Kijk, de ooievaar aan de achterkant. Ja, dat is wel nodig. Als je aan de voorkant kijkt. Ja, mooi waar. Nou, hij staat wel in de rustpose, zie ik. Dat hoop ik wel voor ze, onderhand. Kijk, en daar hebben we weer een hele andere jeugdgroep. De kloontjes. Je hebt een eigen muziekschepijder, denk je? Ja. Meestal. Hè? Kan het zijn dat volume nou wat omhoog gaat? Waarschijnlijk wel. De kloontjes. The Lost Treasure. Geweldig enthousiast. Ja, doen veel, hè. Kloontjes doen echt veel. Ik zie Kiss, voor de mensen die dat nog kennen. Die vier daarvoor, we hebben ze nog niet in beeld. Nu wel. Ja, ja. Zien er geweldig uit. Die zijn zo creatief. Hebben zoveel leuke ideeën en doen ontzettend veel. Kijk. Cool. Dit is echt vet. Ja, wat ze door het jaar allemaal doen. Ja, en overal bij betrokken zijn. Zijn jullie live? Geweldig. Wat? Zijn jullie live? Ja, wij zijn live. Ja. Performance tonight here at Oosterwijk. So, now we're going to perform. Live from what? Yeah, straight from America over here to give a special performance here. But our Germany speaking is niet zo goed. Oosterwijk wel. Dan gaat beter. Gelukkig. Stukken beter, ja, stukken beter. Ja. Nou, ook iemand zo'n lange tong. Je vraagt wel ergens om, hoor. Geweldig, het ziet er echt heel leuk uit. Mooi, die pakjes. Moet je kijken hoe vol dat die zit. Zoveel aandacht. Intens, hè? Intens ook, ja. Geweldig elk jaar weer opnieuw, hè? Ja. Goed georganiseerd, heel beveiligd, nooit, ze hebben nooit geen problemen. Ja, ja. Is heel, heel ze regelen goed. Echt alles zelf. Ja. En Fusion ook. Ja, goed. En ze zijn heel goed erin. Kanaal 43. Mooi, zoals die vier er vooruit lopen. En wij zitten op kanaal 43. Kijk, krijgen we nog een showtje? Live! Mooie auto, hè? Is van hunzelf, hè? Ja, hebben ze zelf helemaal gebouwd. Knap, hoor. En dus echt alles zelf doen, hè? Er zit een goed brein achter. Goede techniek. Ja, ja, heel erg goed. Ja. Geweldig. Ik lees zondag 1 juni Oosterwijk, dan is het weer intens festival. Ja. Hier in Oosterwijk. Altijd erg druk en goed georganiseerd. Ja. Ja, perfect. Het is grandioos. Het is zo groot uitgegroeid. Werkelijk. Daar wil ook iedereen bij zijn. Van heinde en verre komen ze naar intens. Treinen, bussen. Dan krijgen we ineens een heel ander geluid. Ja, dat is de jeugd, hè, de eigenaars. De nieuwe groep. Dat zijn de jonkies, hè? Dat zijn de jonkies, de eigenaars. De hoe heet die dingen die in jouw wagen zitten hier? Aardappelen. En hoe heet ze nog anders? Aardappel. Aardappel wordt er in mijn oren gefluisterd. Ik ben van mijn zusnaam. De Eigenheimers. De Eigenheimers, kijk, hele kruiwagens vol hier. En jullie moeten de hele optocht met die dingen sjouwen. Ja. Gaat goed? Ja. Goed zo, lekker erachteraan. Ja. De Eigenheimers, leuk gevonden. Ja, al die orkesten die zijn allemaal de piepertjes, hè? Ook, hè? Ook allemaal aardappelsoorten. Door de jaren heen, Eigenheimers. Hebben wij zoveel aardappelsoorten hier in Oosterwijk? Ja, we hebben er wel wat, hè.
Een heel erbel hier was hoor. Een hoop erbel. En alle kleuren? Alle kleuren, ja. Dit zijn echt de jongste aardappeltjes, de krieltjes. Mini, mini, mini. He, van de grote krieltjes. Ja, ook. Dat zijn nou de volwassen aardappelen. Ja, die zijn volwassen geworden. Ja. Blijven nog langer goed nou. Deze helemaal trouwens. Ja. We blijven heel lang goed. Hè? Nou, het is een gezellige club en een leuke club. Ja. En al die muzikantjes willen daar ook heel graag bij horen. Er zitten echt jonkies bij hoor. Nou, nou. Mooi, maar wel muziek maken hè? In de optocht. Ja, daar moeten we mee beginnen. Komt weer een jeugd aan hier? Ja, dat zijn de CV de Darwin Deurdouwers. Hè? Dat is de school. Die loopt nou voor de derde keer mee in de optocht. Oké. Okay. De eerste keer hadden ze een boot. Toen waren ze inderdaad op zoek naar een nieuw schoolgebouw. En nou, dan hebben ze de verhuizing hebben ze al achter de rug naar de nieuwe school. Met een luchtballon hebben ze dat toen gedaan. En dit is een symbool als voor de ontdekkingsreis die de kinderen op Gillen maken. Bij het logo van Darwin. Dus dan schieten ze maar van een... Ze gaan naar de maan of zo? Ze gaan naar de maan, ja. Ja. Ik zal het vragen. Ja. Oh ja, ze draaien gelijk om. Ja, dan moet ze ik denk dat er dadelijk iets afgeschoten wordt zal, hier, ik weet niet. Het zal omhoog gaan, denk ik. En dan... ze willen schoolreisjes gaan maken. Hè? Kijk, ja, dat wat gebeurt er hier allemaal? We zijn een rondje van de ding aan het lopen. Wat gebeurt er? We zijn eigenlijk een rondje van lopen. En dan ga je naar de maan? Ja. Oké, okay. Op ontdekkingsreis? Ja. Kei leuk. Ja. Ja, de kinderen die willen naar Mars. Hè. Ze hebben een enquête gehouden. Ze hadden gevraagd of ze naar China wilden, Australië, Helvoort. Nee, ze willen allemaal naar Mars, maar dat kan niet met de bus. Dus dan gaan ze met een raket. Dus vandaar dat allemaal ze die raket naar Mars? Nou, wij zoeken de ruimte op voor onze schoolreis. Of en waar gaat die heen? Nou, we zoeken de ruimte op tot het ver genoeg is. Zou ik het zo ver zat zijn? Denk het wel. Kijk, leuk. Kleine raketjes. Allemaal geknutseld. Nou, mooi gedaan. Op de achterkant ziet het goed uit. Ja. Ja, het ligt echt op. Voor en achter. Jongens, opletten. Er komt een wethouder hier aan. Weer. Hebben jullie maar kunt oog? Nee, nog niet. Nee, we zijn met lege nog, zakken. We zijn nog met een raket bezig. Ja. We zien nu de achterzijde van de raket. Nu hebben we hem wel in beeld, maar ja. Oh ja, dat is er eentje met lege zakken. Ja. Dat is er een met lege zakken. Ach, je vertel eens. Ik heb lege zakken. Kan dat? We hebben een wethouder die altijd roept dat hij lege zakken heeft, omdat hij geen geld heeft. Dan heb ik zelf mijn geld gemaakt. En dan deel ik dat een beetje uit. Dat is de tegemoetkoming voor de mensen in de moeilijke tijden. Zijn die zakken vol dan? Ik heb zakken vol met lege zakken. Hou we zo. Zeker weten. Vergeet vooral de achterkant niet. De wethouder met lege zakken. Het moet zakken. In de boerderij blijven. Ja. Zonder ze het wijkcentrum weer in de brede school willen zetten. Dat vinden wij doodzonde. Goed reclame lopen. Kijk. Dus de politiek speelt ook dat een belangrijke rol. Dat is precies. Oh, dit is een mooi beeld van de raket. De boodschap heeft hij gemaakt. Misschien levert het nog stemmen op, wat denken jullie? Ja, dat zal de bedoeling zijn, denk ik. Ja. Een hoop oranje komt er nou. Ja. We hebben nog weer beentjes. De buitenbeentjes, ja. De buitenbeentjes. Dat is ook een erbel, Claudie. Dat is ook een erbel. Is dat ook een erbel? Een beentje, een buitenbeentje, ja. Oh. Ja. Dan gaat het schalen, ja, gaat van alles, hè. Wel mooi. Kijk, ze hebben klein begonnen, hè? Deze, de buitenbeentjes. Die hebben dit jaar het Blair Concours gewonnen. Met het feestcafé nummer, deze is carnaval. Ze zijn nu uitgebreid 20 leden. Ja, en het is altijd bij hun, hè? Top carnaval. Maar dit jaar was het geweldig wat ze gedaan hebben met Blair Concours. Daar waren ze heel erg blij mee. Kijk, want als je met zo'n baar moet jouwen, met Tiliander ging dat wel, maar als je hier met zo'n baar over de kaaien moet, hè? Precies. Maar wel enthousiast. Ja. Altijd.
dat is echt een leuke groep. Hier komen die dames aan, Huub, waar je het er straks over had. CV de dames. CV de dames. Ja. Maar die hebben wij nog niet in beeld, hoor. Nee, hebben we nog de bar. Ja. Met de handjes de lucht in. Dat is ook een echte carnavalskraker. Ja. Dat blijft. Feestcafé Het Beurtenbindje. Nou, je kunt allemaal naar de bar als je wilt. Mooi in te rijden. Ah, ze delen slingers uit, hè? Ja. Ja, ja. Oostenrijk wil de groenste gemeente van Nederland worden, hè? Ja. Wat denken jullie? Zijn we al groen zat? Groen denk ik wel. Ja? Dan zet ik hem op ja. Goed plan. En wat onderzoeken jullie nog meer? Nou, we zijn nu eigenlijk, het is een tweeledig onderzoek. We zijn aan het kijken, hoeveel groen hebben we al in Oostenrijk? Dus we zijn bij de Bossen, de Venne, de Campina geweest, nu in het centrum. En ten tweede kijken we natuurlijk, wat is de mening van het publiek hier? Vinden ze Oostenrijk groen zat? En is dat ook zo? Als ik nu kijk, zeggen de meeste mensen ja. Okay. Dus de meeste mensen stemmen hier wel? Ja, zeker. En iedereen is heel blij met hoe groen Oostenrijk is. Goed, succes. Dank wel. Mooi, hè? Ze gaan gewoon enquêteren. Nou. Oh ja, dat zijn de vier meisjes. Ja, dan zag ik ze wel. Ja, nou, Lucy kregen ze een beeld. Ook, ja. Met z'n vieren. Hanneke en Daisy en Annemarie en Fleur. Al jaren zijn ze bij elkaar. Ik zie je nou trouwens Madeline, dus eentje die zal enquêteren. Ja, die zit ergens in het publiek. Of zijn ze al eentje kwijt? Nee hoor, ik heb ze net gehoord. Ik zie er maar drie al, jongens. Er zitten volgens mij nog één. Als er een publiek. Even plassen, denk ik. Oh. Dat kan, als je lang moet wachten. Ik zal al een uur of een half, twee uur te wachten. Klopt dat, hè? Dit is ook grappig. Het onderzoeksteam. Geweldig. Wacht even. Je ziet heel anders hier. Hier komen er ook een paar hele mooie ronde tonnetjes aan. De zusjes Verhoeven. Ja, dat is ook wel met die zusjes Verhoeven. Ja, die lopen al jaren mee. Ja. Die zouden mee stoppen. Waf. Ze zijn waf. Ze zijn wel paraat hoor. Ze hadden vorig jaar, zeiden nou doen we voor de laatste keer. Maar ze hebben toch weer zoveel inspiratie opgedaan dat het weer begonnen is. Hè? Ja. Ik dacht dat jullie eigenlijk vorig jaar zouden stoppen. Ja, maar ja, we hebben nou weer iets verzonnen, dat hebben we niet zoveel hoeven te naaien. En dan gaat het toch. Dus een beetje meer met lijmen. Het was het oog, hè? Het naald, de draad door de naald, dat ging niet, hè? Dus nou toch maar weer terug in de optocht. Ja, voor een keer nog, hè? Oké, we zullen zien volgend jaar. Dus het valt jou weer terug, denk ik. Ze hebben zichzelf in de ballonnen gestoken. En dan gaan, het zijn ook ballonnenhondjes, hè? Even kijken. Oh ja, daar hebben ze weer een beeld. Ja. En dan gaan ze kijken wie in het publiek een ballon het hardst op kan blazen. Oh, nee, van blazen. Ze zien er zelf erg opgeblazen uit van die ballonnen. En dan is het maar net hoe haar blaasje zucht zo. Gaat het goed hier? Ja, het is lekker deur. Nou. Het moet volgens deze jongen op deze manier hier. Ja, als je het maar dikwijls doet. Buigen. Ken de Oostenrijkers. Vieren en een bietje zat. Ja. Ja, nummer 15 inderdaad. Ja. Een loopkroek, hè? Weer heel iets anders. Vorig jaar lag ze plat op zo'n buik met die kuikens, hè? Precies, hadden ze gewonnen als schildpadden, weet je nog? Oh, dat hebben ze weer afgezien. Ja, hebben ze op handen en voeten zijn ze door het dorp gekropen. Dit is een nieuwe dans die ze nou aan het introduceren zijn. Iedereen kan meedoen. Diep door de knietjes en buigt is lekker deur. Buigt is lekker deur, hè? Heb ik hier mee gekregen. Ja, buigt is lekker deur. Ja, ze zien er wel buigzaam uit, moet ik zeggen. Het is wel grappig. Hebben jullie die jasjes ook gezien? Ja, kijk jasjes. Ja, ik denk dat het belastinginspecteurs zijn. Ja, ze zien er lekker fout uit. Mooi, zeg.
Kijk. Oh, dat moeten wij ook kunnen. Ze zijn het goed aan het leren. Geweldig. Ja, de Esther en Maartje. Ja. Ze zijn bij 15. Ze zijn bij 15. 16 gaat te hard, 15. Oh, ja. We gaan te hard. We moeten niet inlopen. Maar dat maakt niet uit. Als je maar leut hebt, toch? We hebben hier nog 15 op ons beeld. Wel leuk. God, wat ziet het eruit. Deze vrede lijkt op mijn opgehoord. Ja, dat kan ik er wel. Er zit vast op binnen, hè? We hebben nou de ballonnenhondjes aan de deur. Ik hoorde het. We hoorden het allemaal. Nee, kijk hier jongens, deze zijn aan het oefenen. Zijn bij veel winkels rijk. Esther en Maartje. Als shopaholic. Dit zijn de dames met goede raad. Goede raad, slechte raad. Geen raad. De helft van de raad. Ze hebben al hun raad. Bij elkaar gaan. En dan kun je op verschillende manieren oppakken. Let maar eens even op die mantel, hè. Dan zit het allemaal open. Zijn jullie bezig shoppen? We zijn heel erg bezig shoppen, ja. Heel Oostenrijk al gehad? Bijna, bijna. We moeten een klein stukje en dan, ja, en dan komt het helemaal goed, hè. Dan komt het helemaal goed. Is de portemonnee leeg dan? Bijna, bijna. We hebben een speels gepakt en dan komt het helemaal goed. Goed zo. Dan zul je het zo zat zijn, hè. Daar zitten we nu. Esther en Maas waren daar. Ja, heb ik net gezegd. Ja, heel goed. Nou, voor de vijfde keer zullen wij de koffiedames tijdens de opdracht onze opwachting maken. Ze hebben een lustrum te vieren. 11, 11, 13. Vanaf die tijd zijn ze bezig, ja. Ze vergaderen en ze vonden het wel moeilijk hè, dit jaar om iets origineels te vinden. En toch vol overtuiging. Nou, zingen doen ze in ieder geval goed. Ja, dan ben je toch blij, hè. Roze kan het niet. Ja, roze kan het niet. En dan wordt het weer eens blauw op ons scherm. Ja. Ik zie hier Robin Hood in beeld. Ja, daar zijn de meisjes nog. Ja, die zijn er. Nee, we hebben hier nog even een oud roze weer in beeld. Ja, dan vangen we ze beter. We gaan over van roze naar blauw. Ze zijn even weg hier. Dat klopt. De muziekgroep zijn ook al 15, 16 jaar bij elkaar. Wisselt wel van samenstelling, maar ze blijven muziek maken. Enthousiaste mensen, ook een hele leuke kleur. Blauw. Blauw. Klinkt goed. Ja, is jou erbij gezeten? Ja. Ja, even schrikken, ja. Ze hadden jou hier nodig, dus ik kan overal bij zijn. Nee. Keuzes maken. Nou, daar komen die dan aan. Dat zijn Angelique en Rowena. Ja, traditioneel hè, elk jaar ja. Opnieuw. Huub, kun jij even voor de ondertiteling zorgen hier? Want, Ik kan het zo niet lezen, maar... Het is een grote puzzel. Een puzzel met 9 blokken. En het publiek die mag die blokken omdraaien. En om zijn eindje op weg te helpen, hebben ze het eerste blok omgedraaid. En dan wordt er door die slogan wordt er een hint gegeven. Oh, het zat op nog een tijdje, dan zie je er hier een heel schoon metje, denk ik of zo. Ja. Nou, dat is het verwachte antwoord. Het is een getje. Het is een? Het is een getje. Een getje. En dan zat er op nog een tijdje, dan zie je hier een heel schoon getje. Getje, oh. Maar er zit een stukje tussen, dan maakt het allemaal een beetje verwarrend voor de mensen. Je zet ze allemaal op een zijspoor. Ja, dat doen ze meestal. Dat is een beetje moeilijk te maken. En ik zit er nog tegen haar. Zet die selfie er nou niet tussen. Maar dat moest zij toch. Dat wilde zij toch. Ik was toch eigenwijs. Ja, dat leek mij gewoon leuk. Maar dat is wel een heel andere puzzel. Want die hebben wij niet meer compleet. Maar dat doen wij dan een andere keer. Doe dan maar een andere keer dan. Ja, doen wij dat. Dan moeten wij nog even de groeten doen aan ons pa. Want die zit ziek thuis. Ja, dat is wel het. Ja, ook de groeten van ons, hè? Van ons ook de groeten. Ja, dat moeten we wel doen, hoor. Jullie Maarten, ja, dat is heel goed. Dat doen wij samen even de groeten aan Hans. Doen we die zit ook... Zit ook thuis, ja. Hans die ik ken, zit ook ziek thuis. Nou, dat weet ik niet. Het is wel leuk. Ja, elk jaar opnieuw. Kijk, ik zit net aan het randje, hè, met de puzzelstukjes. In de lijn der verwachting reageert men en dan is het dan net niet. Elk jaar al iets origineels. Ja.
die jongens nou gelijk nog een bezem in hun handen geeft? Ja, komt het dan gelijk goed? Dat doen we straks even, denk ik. We hadden beter achteraan kunnen lopen. Nou, we hebben hier Angelique en Rowena nog in beeld. Oh, nou, zijn komt, ze... ja, nou zijn ze eruit. Kan ik jullie misschien nog een bezem geven? Dan kunnen jullie gelijk de straat vegen. Jazeker. Want dit is het oude pand van Concordia. En dat is nou een nieuwe dansschool geworden. En dat is nou dansschool van Opstal. En wij zeggen, zullen ze zo zijn? Nee, wij blijven dansen. Heel goed. Dus, ja, wij zijn nou aan het oefenen. Wij zijn lekker bezig. Haak in en doe mee. Ja. Nou, veel plezier. Dank u wel. Dat zijn de buurtje-brenders uit Bergen-Lenschot. Kijk, helemaal over de grens. En dat is de jeugd tot 18 jaar. En die willen heel graag dansen. Ja, dat kan en ze hebben ook een mooi clublokaaltje daarvoor, toch? Een ruimte. Want ze willen gewoon doorgaan, zei hij net zelf al. Af en toe lopen ze wel uit de maat, dansen ze wel uit de maat, af en toe. Het valt ook niet mee, hè? Nee. Als er geen muziek is, dan kun je niet zo makkelijk dansen. Oh, dit, hier komt dat clubje gehaald. Neffe de Giel. Is nog steeds open, zo te zien. Maar wij zijn nog steeds open. Zug het zo zat zijn. Maar wij, wij blijven dansen. Wij blijven dansen, ja. Heel leuk. Dan komen de krieltjes. Het zijn ook erg, hoor. Spaar jij hier al de serpentines op? Ga je er dadelijk gooien? Je bent zo mooi. Ik word er verlegen van. We hebben de krieltjes in beeld. Het thema is Duitsland. Bayern-stijl. En ze willen Joke bedanken voor het naaien van de lederhozen. En een dikke kus. Maar die lederhozen, die zijn niet allemaal aan, geloof ik. Hè? Nou, ze hebben die jassen erover. Ja, het is een beetje fris. Ja, precies. Nou zie ik het. Ik denk normaal dat het in groen moet zijn, maar het is gewoon in de eigen kleur. Hè? Ja, nou zie ik het. Dat is de kleur van de krieltjes. Dat zijn hele leuke pakjes. Ja. Echt, ze zien er geweldig uit. Ze hebben ook badges laten maken. Ja. Vorig jaar al trouwens. Hè? Kijk, maar weer een nieuwe. Dit jaar ook. Ja, ook weer. Oh, weer geld dat ik ze tegenkom dan. Ja, dat komt er niet aan voorbij, hè? Nee, maar... Ja. Dat is ook wel leuk, hoor. Kijk, redden. Afzabelen, afblazen. Eén van de twee, hè, Dick. Ze zijn gewoon hartstikke enthousiast. Ja, en gelukkig maar, toch? Heel gezellig. Ja. En ze hebben ook veel gedaan met het nieuwe carnaval allemaal, hè? Ze hebben ook de aankleding verzorgd op het Lindenplein. Ja. Er zijn nieuwe maskers gemaakt, mooi en rood-wit. Ja. Dat is echt ontzettend mooi. Ja, ze zijn behoorlijk fanatiek voor het carnaval. Dat is wel heel fijn dat er zoveel jeugd nou meegaat met het carnaval. Dat zij zich daarvoor ingespannen hebben. Ja hoor, hey, nou zien we weer drank. We zien weer drank in beeld. We zijn nog lang niet ladder zat. Oh nee. Nou, een goede schuimkraak zit erop. Goede schuimkraak zit erop. Dat zijn wel de theezakjes, maar er zit iets anders in. Komen het huikelen? Ja. Vorig jaar waren dat de theezakjes, maar dat is misschien toch niet zo goed bevallen. Dus zijn ze nou maar overgestapt naar het bier. Dat hoort ook beter bij carnaval. Het is allemaal mooi. Het is dus Zuchtso Ladderzat. Ja. Nou gaat het wel lukken, denk ik, als ze zo even doorgaan. Nee, toch? Het is een leuke glaasje bier. Ja, ze hebben nog wel wat haakbom. Dat zijn allemaal speciale afdelingen, denk ik. Het zijn heel veel aparte groepen. Ja. Maar dit is gewoon heel leuk. Ja, ze pakken goed uit voor de prins, hè? Want dat komt doen ze zeker. Ook het haakbom. De prins op dit moment. Ja. Dus ik denk dat heel Heukelum vandaag hier in de optocht meedoet. En een paar zullen naar thuis willen doen. En wie past er dan op in Heukelum? Daar was ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. Ja, ik denk boven de 80. Ja,
daar is leeggelopen, denk ik. Eentje bij. Kan er toch wel eentje bij? En kan er wel eentje bij? Eentje, oh, makkelijk. Gemak. Eentje bij. Ik zie het eentje, dat eentje, dat zie ik al. Oh, nee. Ja. Een beetje. Lekker enthousiast. Ja, leuk eend. Kijk, de bad eend tussen al de glazen bier. Komt goed. Met badmuts, hè? Met ja, badmuts. Echt wel. Leuk. Het is nog wel maar eentje, hè? Ja, eentje. Geen tweetje. Hij is ook alleen. Precies. Er kan er eentje bij. Ik vind het wel knap, hoor. Zo'n eentje. Met die zwemvliezen zo. Ja. De hele middag rondwandelen. Goed gedaan ook met het logo, vond ik. Ja. Ja. Mensen bij hem goed moeten bedenken. Het idee en zo. Wat te knap. Ook creativiteit hier in het zuiden. We staan wel onbekend, hè? Dat we heel veel creativiteit hebben in het zuiden. Gelukkig wel. Maar die krat die was leeg, hoor, volgens mij. Net. Ik heb geen bier meer gezien. Waar gaat dat hier naartoe? Waar gaat dat hier naartoe? Wat zegt u? Waar gaat dat hier naartoe? Wij gaan, ik denk de kroeg in. Ik denk de kroeg? Ja. Maar je weet het nog niet zeker? Nee, ik weet nog niet zeker. Klein erbij, hè. Dus dan, ja, dan mag hij wel mee de kroeg in dan. Jawel, die is al 18 plus. 18 plus of ja, 18 min? Hij haalt voor mij de drankjes. Ik denk niet dat je binnen mag. Maar misschien onder begeleiding wel. Ja, daarom. Proost. Dus, Grappig uit. Jij bent ook niet bang, hè? Zo'n grote mens. Een grote baard. Met baarden. Kijk, hier hebben we nogal zoiets wat er een beetje... Nou, er komt wel aan, hoor, in beeld. Oh ja, zo zou dat zijn. Doe het altijd goed. Ja, altijd goed. Ja. En als ik het nou goed zeg, dan zijn dat twee vrouwen. Als dat nummer 23 is. Ja, dat is nummer 23, goed. Ja. Ja, dat zijn twee dames. Ja. Evelien Schut. En Connie Steken daar, ja. Oh. Ja, zo ziet er niet veel meer. Ze hebben wel een hoop bij elkaar geschapt. De eerste hier in Oostwijk. Ja, dan ben je wel weer niet. Zo. Ja, je moet me op het idee komen. Ik zal eens even gaan kijken wat er allemaal in de karretje zit. Wat ze allemaal al gehamsterd hebben. Zo, dat is al een flinke voorraad hier. Gaat goed? Ja, een heel Oostwijk, geen euro te bekennen voor een peelsje, helemaal niks. Helemaal niks? Helemaal niks. Hey, ik ga dat eigenlijk met de burgemeester overleggen, hè. En dan? Dat geen euro te bekennen is in het Oostwijk. Wij moeten vandaag het Lindpark slapen, hè. Dat is niet zo fijn. Ik heb even vragen. Het is hartstikke koud, man. Een euro te bekennen, hè. We moeten de deur aansluiten. Vind ik ook. Succes met die euro's zoeken. Euroknallers misschien. Zo, nou, met die kar. Kijk. En wat hebben we daar dan? Oh, dat is de verrassing natuurlijk, hè. Dit zijn ze? Ja, oh, Société okay. De Carnaval. Oei, oei. Dat is altijd een verrassing. Ja, ik ben heel benieuwd. Er gebeurt altijd wel iets mee. Ja. Er staat iets van Wild West op. Ja, ik zie iets van cowboy hier. Ja. Zie ik al. Oh, ze zijn wel stoere knapen. Ja, kijk. Ze lukt er ook een beeld in de brandaars. Zij. Zij, ja. Dat is een drankbaarder.
paar checkers roepen of zo. Een euro of zo. Ja. Dat is iets meer dan €1. Er valt maar één ding op. Ze zijn warmer gekleed dan voorgaande jaren. Ja, maar ze zijn er nog niet. Nee, dat is waar. Die hoor, rustig boek laten zakken, hoor. Niet, hoor. Het is wel het Wilde Westen, hè? Dat kies je niet. Kijk, zoals het er nu uitziet dan. Oh, we zien er nou de zwemmers nog even van achter. Ja. Auto's zijn nu wat kleiner geworden, heb ik wel gezien. Met de Société du Carnaval. De carnaval. Ja. Maar wel weer zeer apart. Ja. Het is een beetje hoog als een hele, dus dat ik hoop dat ze dat dansje dadelijk ook hiervoor nog een keer doen. Denk hè? Het wel, denk wij het zien wel. Het al van een afstand, ja. Zo in beeld. Het zijn wel de stoere mannen. Dit is een beetje dat line dance. Ja, zeg maar. Af en toe loopt alleen dat de lijn zo te zien, maar ja, ik weet niet of het goed gaat. Nou, nog wel. Nou, ze hebben toch flink hoeven zo te zien op afstand. Maar we krijgen direct wat dichterbij. Dan kunnen we nog beter. Ik hoop dat we een keer close krijgen. Er zijn wel jongens die het lang volhouden altijd. Ook naar Rander. Er gebeurt ook nog wat. Er wordt van alles klaargemaakt op die kaart erachter hoor. Oh, okay. De rugbyers zijn stoere knapen, hè? Nogal. Volgens mij is het een soort barbecue of zo. We gaan het zo zien. In het hooi. Hey, wij willen het ook nog een keer zien, hè, hier. Ja, maar dat doen ze wel. Wij gaan dan hier, mogen we het nog een keer zien, denk ik. Ja. Want ze hebben goed geoefend. Ja, super. Maar dat hadden we niet allemaal verwacht. Kijk, nee, tuurlijk niet. Het bot voor op de auto. Mooi. Ja, hoor. Nou, jongens, kijk, hier komen de hamburgers en de worstjes. Dat is echt waar. Dat is voorspel, denk ik. Ja, let op. Nou, we hebben ze in beeld, geweldig. Echt cowboys. Die ziet er ook stoer uit, hè? Ja. Kijk naar nou daar. Ik ben benieuwd wie de choreografie daar gedaan heeft. Het is vast lachen geweest. Ja. Maar serieus, hè? Ja, maar zo dansen line dance voor mannen, dat is een serieus aangelegenheid. Ik denk ook niet dat ze kan storen, want ze kunnen maar één ding tegelijk denken. Ja, dat is precies. Nou, misschien luxe weer met die baard, die kan er misschien wel. Oeh. Kijk maar uit. Ook een heerlijk geluid erbij. Wauw. Leuk muziek. Ja, ze moeten gewoon stoer zijn, toch? En ze blijven helemaal goed in de maat. No. Geweldig. Leuk. Goeie muziek zit erbij. Ja. Goeie tijd.
Luuk, je krijgt ook iets heel, oh, heel heet. Heel heet. Okay. Oh, wat heet. Wat heet. Komt er echt even hier neerleggen. Oh, wat lekker. Jongen, jongen. Waar zitten we? Hoe lang hebben jullie geoefend, heren? Sorry? Hoe lang hebben jullie geoefend? Een week of vier. Nou, kijk goed, ze zag er echt mooi synchroon, zag het eruit. Daar zijn we blij mee. Hoe vaak heb je het dansje nou gedaan? Nog 10 keer. Te vaak, zegt hij. Ja, nou hoor ik het weer. Kijk, dat werkt. Oh, kijk toch, Sneeuwwitje en de 70 dwergen. 70? Sneeuwwitje en de 70 dwergen. Goeiedag. Dan ben je wel bevoorrecht, of niet? Nee, maar heel, heel klein huikelom vol brengt Sneeuwwitje met haar. Oh, naar de prins. Ja, naar de heel, heel, ja natuurlijk. Huikelom, ja? Huikelom en de prins, dat is een eenheid, hè. De prins krijgt Sneeuwwitje niet zomaar cadeau. Hij moet er wel wat voor doen. Hey, ho, ho, ho. Je krijgt het niet cadeau. Klein Heukeloms volk is op zoek naar een Oosterwijkse prins uit Heukelom. Maar waar is hij nou? Ze zijn er een prins kwijt uit Heukelom. Die hebben wij al die gezien. Die hebben wij al lang gezien, ja. Die prins. Sneeuwwitje steekt ook de nek uit. Die zien we achteral, helemaal achteraan, maar die is nog niet in beeld. Dat krijgen we straks. En ondertussen werkt het klein Heukeloms volk gestaakt door. Want er moet natuurlijk wel gewerkt worden. Na het harde werk is de tijd voor een feestje. Zijn jullie aan het zoeken? Wat? Ben je iets aan het zoeken? Nee. Echt niet? Ik dacht dat jullie naar een prins aan het zoeken waren. Nou, Sneeuwwitje wel, maar wij niet. Oh, jullie zijn gewoon lekker voor de leuke erbij. Ja. Gezellig, hè? Goeie. Leuk, leuk. Bosse mensen. Heel huikelen missen. Ja. Ze hebben ook hun eigen muziek gehoord daarbij. Ja, ja, die komt ook daarbij. Ja. Die krijgen we zo meteen op het beeld. Het is een hele grote groep. Het heet de Rommelpot. Ja, het heet de Loopgroep. Deze jaar voor het eerst met de jongeren Heukelom. Dat is dan waar Sneeuwwitje zit. Je krijgt een dik cadeau. Is knap, die hebben 6 maanden muziekles. Ja. En die zijn er wel, toch? Ja, die zijn er. Dat gaan we zo meteen horen. Oh, schitterend. Verder omhoog, hoor je me nou? Ja! Kijk. Helemaal geweldig. Die zijn een keer voor de gein begonnen. En die zijn doorgegaan. Dus ze wilden gewoon dat muziek maken in stand houden. Wel leuk, hè? De hele familie van de prins zit hier. Is goed gelukt. Ja. Kijk. En de daar prinses, heb je Sneeuwwitje. Ja, ja, kijk. Oh, ze hebben een foto bij zich van de prins. Geweldig. Mooi gemaakt, hè? Ja, heel mooi. Een hele flexibele prinses. Ik kan het wel zeggen. Ja. Een heel flexibel Sneeuwwitje. Ja. Het is ook de echte, hè? Mm-hmm. Zo, te zien wel. Ja. Originele kleuren. Het is het echte Sneeuwwitje van de prins. Het is het echte Sneeuwwitje van de prins, ja. Ja. Ja, ze is natuurlijk nog een paar dagen kwijt, hè? Ja. Gaat goed hier? Hij loopt heel goed zo. Ik hoef vandaag niks te doen, alleen boven op zijn nek gaan zitten. Dat is prima. Kern. Oh, nee. Goed kijken dat hij lacht. Ja, joh. Hij is helemaal niet sterk.
leuk bedacht. Kijk, er kruipt er een onder Sneeuwwitje. Dat zagen wij eens net, hè? Ja. Ja, dan zit er iemand onder die grote rok aan de touwtjes te trekken. Het ziet er echt heel leuk uit. Geweldig gemaakt. Wel een paar flinke jongens die aan touw hangen, hè? Ja. Jongen, jongen. Zwaar werk. Mooi, hè? Die kant op. Die kant op. Follow the leader. Leuk. Nou, nou. Gewoon een jurk, zeg. Ziet er echt heel mooi uit. Aan alle kanten. We kunnen er mooie overgedijnen van maken. Nou, we laten met de rokjes beginnen. Nee, ik noem maar iets. Ik ben er niet zo in thuis. Interieurspecialist, meneer Groenland. Ja. Er komt iets roze aan, zien jullie dat ook? Nee, nee, nee. Wij zien wel een man in beeld met een hoop tekst op zijn rug die ik niet. Ja? Ja. Met dat witte gezicht. Oh ja. Ja, die kennen wij. We hebben hem nu in beeld, ja. Ex-jurylid van de optocht zie ik hier. Een ex-jurylid. Ja. Ex-jurylid? Zul ik het niet zat, zeg. Hallo. Ik kan niet horen. Wat zeg je? Bent u ex-jurylid? Nee, nee. Ik ben het slachtoffer geworden van een reorganisatie. Bent u weggeorganiseerd? Ja, er is een reorganisatie geweest en daar ben ik toch een slachtoffer van geworden. Maar ik heb een advocaat in de hand genomen, dus dan hoop ik dat het allemaal wel goed komt. En ik vraag aan mensen of ze een petitie willen tekenen, zodat ik volgend jaar daar toch weer mee kan doen aan de jury, want het was mijn lust en mijn leven. Zal ik tekenen? Ja, vind ik al heel leuk. Even tekenen, jongens. Heel erg tevreden is hier niet over. Kijk, nog niet heel blij, maar... U heeft een krachtige hand. Ja. Misschien kan ik wel even invloed uitoefenen ergens. Succes. Ja, dankjewel. Och, Germ. Ja, wat is die zielig. Ja. Maar die advocaat gaat het doen. Ja, ik denk het wel. Ja. Dat verzacht het. Dit razen doet hem op dat. Razen. Oh, zie, dan wordt het helemaal leuk, zeg. Komen het haren. Ja, we krijgen wat van over de grens binnen nou, hè. Het is wel heel relaxed, hè. Ja. Ja. Wij en ik. Kijk eens. Nou, goh, die hebben gisteren een optocht al gehad, hè, in haren. Dat was gisteren, hè. Ja. Wow. Oh, ik dacht het machinaal. Ja, ja, ja. Dit ja. Is echt erg leuk. Ze zetten die bak achterover, zie je dat? Net geweldig. Nee, ik dacht ze allemaal op elkaar zaten, maar heel knap. Is het één? Dit is leuk bedacht. Echt. Dit ziet er echt gaaf uit. Ze zien ook wel een beetje groen en geel. Ja, ja, dat zeker. Dat is van de schrik natuurlijk. Denk het ook. Ja, doe zelf. Oh, deze schiet er helemaal uit. Dit lijkt me wel geweldig zwaar, jongens, om dit zo door die optocht te... Knap, hoor. Het ziet er echt heel leuk uit. Ik kom er horen bij, hè. Jij en ik kom er meer aan. Ja, ja. En de wagen. Oh, dan moet ze direct weer terugkomen natuurlijk. Oh, dat is de jeugd. De jongeren. Ja. Die gaan niet zo hard. Maar er wordt al steeds meer, hè? Veel, ja, steeds heel meer jeugd erbij. Mensen, ja. Ja. Heel fijn. Ja. Ja, dit is echt leuk. De rest is natuurlijk ook leuk, maar we hebben ja, weer heel apart. Ja. Houdoe, hè? Staat achterop. Houdoe, hè? Ja. Ik ga eens even kijken. Ja, er zit er even een oplandhout tussen. Ja. Oh, daar sta ik gewoon stil. Hoe is het hier? Langs de kant van de optocht? Ja, heel gezellig, heel gezellig. Ja. Wat vond je het leukste tot nu toe? Ja, onze nicht die zit hier bij Houdoe, hè. Dus dat is heel leuk. Ja. Die waren erg leuk, goed verzonnen. Erg leuk, goed verzonnen, ja. Ja. Nog meer leuke dingen gezien?
Ja, natuurlijk weer van het rugbyteam. Dat is altijd erg leuk. Met de line dance. Erg leuk. Ben je wel erg stoer en zo consequent. En jij? Wat vind jij het leukste? Die roze achtbaan. Oh, die roze achtbaan? Had je niet mee willen doen? Nee, ik hoef geen roze haar. Dat is alleen maar voor de optocht, toch? Ja, maar ik vind ja, een beetje, nee, liever niet. Lekker gewoon kijken hier langs de kant. En hier ook allemaal goed alles? Ja. Wat vond jij het leukste tot nu toe? Ik weet niet, alles is al leuk. Alles is leuk? Ik zie daar ook iets heel vrolijks aan. Ja. Vind je ook leuk als het felle kleuren zijn? Ja. Ik zie ook felle kleuren bij je sjaal en op je gezicht. Hè? Dan komt weer een groepje uitharen. Ja. De Prins Heginneveer heet het en wij des te meer. Dus je moet veel veer bij zich hebben dan? Mee hoofdpijn. Oké, ja. Dus ik ben benieuwd. De prins heeft, en dat is ook zo, hè? Onze prins heeft geen veer. Nee, geen veer. Nee. Die heeft hij allemaal uitgedeeld. Ja. Dat is het goede doel. Ja. En dit is wel leuk, want daar hebben hun iets mee gedaan, ja. De groepje in Haren. Want er zijn een aantal mensen die hebben zoveel verdiensten gehad voor het carnaval, dat ze geen onderscheiding, maar daarna ook een veer hebben gekregen. Ja. Heeft zijn eigen veer afgestaan. Dat is ja, heel apart. En daar staat een hele mooie pauw op, zie je? Ja, ja. Een waaier van veren. Ja. Heel mooi. Hebben ze goed op ingespeeld? Ja, leuk hoor. Hebben ze echt gericht op... De Harense mensen hebben zich echt gericht op de Oosterwijk. Op Delke schat. Ja. Het is mooie kleuren. Hè? Kleuren altijd mooi. Al die veren, zie je hier, die dames. Oh, ze komen van de wagen af. Daarom is het een kleine onderbreking. Okay. We proberen er telkens wel bij te komen natuurlijk met de camera's en met de regie en zo. Als er een flink gat valt, dan is het een beetje moeilijk gezien. Ja, kijk, ze komen allemaal van de wagen af. Ze gaan naar het publiek. Ja. Ze delen even kijken, ja. Oh, maar is er algemeen uitvalt? Ja, ze pakken, kijk, een spiegeltje erbij. Oh ja. Mooi. Ja. Een veertje erin. Ze krijgen allemaal een veer. Kijken of we een veertje kunnen ritselen ergens. Ze hebben een heleboel veren bij zich. Oh kijk, daar gaat iemand de wagen op. Zo hoort het. Nou, dit is leuk. Iemand uit het publiek. Ziet er heel leuk uit. Ja, wat is bepekking gesmeerd, denk ik. Nou, veren, hè? Beetje lijkt ze krijgt echt van alles. Ja, hoor. Haarlak. Ze gaat gekleurd eraf. Wauw. Oh ja, ik zei al. Nou, dat zal toch zeker niet? Nee. Ik denk van, hoe blijven die veren nou toch zitten? Wat heeft u nou gekregen? Wat heeft u nou gekregen? Ik weet er niks van. Maar gauw de pet opgezet. Echt wel. Het is wel een schoonvirke. Nou, dan zien we de piepgezel in beeld. De piepertjes. Meezingen met de piepertjes. Maandagavond met carnaval bij Willeke van Draaien organiseren de piepertjes. Een keigezellige nieuw evenement. Meezingen met de piepertjes. Onder leiding van natuurlijk Erik Potters. En die op zijn piano dan alle meezingers gaat begeleiden. Dus morgenavond, maandagavond. Bij Willeke van Draaien. We hebben natuurlijk wel veel mooie orkesten, hè? Tenminste, ja, nogal zeker, wat, een kleine orkesten. Ja, er wordt gewoon wat opgebouwd, hè? Ja. Toch? Maar het zijn ook
orkesten die goede muziek maken. Kijk, ik heb het tijdig meegemaakt dat we 21 dweilorkesten hadden in Klaarspijk destijds. Maar ja, de helft was muzikaal. Ik ga even inbreken, jongens, want ik heb hier echt iets heel bijzonders. Kijk nou, wat is dit? Hallo. Wat bent u? Dat vraag ik me ook af. Maar ik leid aan tunnelvisie. Nou, dat ziet er wel zo uit, ja. Kun je nou nog iets zien en zo? Ja, een beetje. Dus je rijdt de optocht nog wel mee hier? Ja, af en toe zet ik hem maar af, maar het gaat goed. Het gaat best goed. Heel origineel. Leuk. Jammer dat hij daar achter het hek staat. Ja, ja. Dat beter mee kunnen lopen, hè? Ja. Kijk, die zijn weer hartstikke enthousiast. Kopen de Bergen vanavond om 7 uur uitzenden op zijn website. Joost. Oh. Nee, ik heb niet aankondigen. Nee, niet aankondigen. Zo. Die zijn al lang bij elkaar, hoor. In dezelfde samenstelling. Ja. Met Erik, ook altijd enthousiast. Dat wil ik wel zeggen, ja. Dus we kunnen morgen naartoe, hè? Mee wilt zingen. Ja? Mooie avond, hè? Dan nou zie ik Henk Dekkers in beeld. Die is al volgens mij 380 jaar bij het carnaval. Ja, geweldig, hè? Zo. Henk van de Sottenbilders. Ja. Oh, wacht even. Dat is allemaal lekker groen. Kijk, nu zien. We hebben een discussie over het grasveld in het dorp. Ja, ja, inderdaad. Ja. Nieuw aangelegd voor de koning en dan gaat het allemaal weer kapot en dan weer opnieuw en ze vinden dat eigenlijk maar niks. En ze willen dus ook, en Oostenrijk wil graag deelnemen aan de groenste stad van Oostenrijk, zeggen ze, nou, daar is de grasveldje voor natuurlijk, hè. Kan niet missen. Ja, heel goed. Oh, dat is knap gedaan. Willem-Alexander en Maxima. Zie je? En als je aan de zwaaien, dan krijg je randje. Ja, goed gevonden. Dank u. Dat is Henk Dekkers. Henk Dekkers, dat is de grote animator van die club. De grootvorst, hè? Ja, de grootvorst. Mijn microfoon er even bij houden. Van Belkenschap, de Sottenbilders, die vandaag 45 jaar bestaan. En als u de loont... Dat je de Sottenbilders nog lang zult zien, geef ze dan een hartverwarmend applaus dat ze de tik krijgen om door te gaan. Applaus! Leuk. Zo hebben ze het in de huiskamer ook allemaal meegekregen. Ja, denk ik denk het wel. En achter hun vermoorden loopt de tonenpaar. Die man die is met hart en ziel verkracht aan die club. Ja. 80 jaar. Ja. Dat is geweldig. Dus kunnen alle mensen die zwaaien een handje. Dus wat met u? De Brieke Tonispaar. Ha! Besef dat alles gebeurt om als toezien van de Rottenmelders. Die vandaag een 45 jaar bestaan feesten. Ging het in het echt ook maar zo makkelijk? Ging het in het echt ook maar zo makkelijk? Ja, dat klopt. Ging het zo maar makkelijk, ja. Maar dat is allemaal nooit, hè? Nee, ik denk het ook niet. Dat is jammer. Dankjewel. Daar komt de koning en de koningin. Oh ja, de zijkant. Ja, ja. Ja, hebben ze nou even niet in beeld, ze hebben nou nog het groene plein in beeld. De pom. Kijk, nou hebben ze het plein in het hart liggen. Ik ga toch even kijken of dat ik ze een hand mag geven, want dat komt natuurlijk niet zomaar voor, en hè? En daar wordt het weer veranderd. En waar gaat u nou lopen? Ik ga het lopen kijken naar het grasveld. Dat was dan zo mooi groen en nou twijfel ik. En nu? Ja, we gaan samen, hè? We gaan altijd samen. Dan gaan we kijken dus of het inderdaad nog zo netjes is daar, als van de zomer. Ik heb ook gehoord dat het niet zo is, dus ik begin een beetje te twijfelen. En we zitten met de hakken. Ik heb mijn hakken vandaag thuis gelaten. Verstandig. Ik wist alleen maar lang moesten lopen dat ze vorige keer. Dus daar heb ik geen hak aan gedaan. Op naar het groen. Op naar het groen. Okay. Mooi, hè? De verandering van hart naar groen en van hart naar groen. En de begeleiding, hè? De begeleiding met spiegeltjes, hè? Met spiegeltjes ook voor detail, hè? Ja, ook voor detail, ja. Save onze carnaval. Ja. Nee.
is 2 punten, ja. De witte handjes. Dit zijn de witte handjes. Dat kunt u ook zien, hè? Oké. Het zijn allemaal echte handjes overal. Met die segways. Ja. Zat u daar, ja? Ja. Ja. Nummer 32. Ja hoor. Dit ziet er toch wel heel erg leuk uit. Ziet er wel spectaculair uit. Oh, maar zijn spectaculair, hè? Wij beschermen de carnaval. Zo, hè? Ik zie het. Ik word er bijna bang van. Frits, grijp ik aan binnen bij ons. Oh, nee, dit is een mooie manier om je te verplaatsen, toch? Dat kunnen we wel zeggen, ja. Kunnen wij daar volgend jaar ook? Nou, dat gaat wel hard. Gaat wel hard, hoor. Kan tenminste. Ja, je moet er wel even mee leren omgaan met zo'n ja, mee. Precies. Degene die het uitgevonden heeft, die is ermee verongelukt, dus dat was nog een test. En zij beschermen ons Oosterwijkse carnaval. Ja, dat is het verhaal. Zij willen dat het zo moet blijven. Hebben jullie ook hier het logo goed gezien? Dat is ook goed gevonden natuurlijk. Ja, safe. Ja, hoor, ja. Safe onze carnaval. Zo. Nou, dat is ook zo, toch? Ja. Je moet het af en toe steuntje in de rug en gewoon verder gaan. Het is gewoon heel erg leuk. Ze gaan er goed mee om met die dingen, want soms gaan die dingen echt hard, hoor. Ja, hoor, ja. Ik denk dat ze ook les gehad hebben eerst, voordat ze erop klommen. Ik zie daar een hele bruine bij jou, Claudie. Waar? Brownie, daar komt hij weer eens naar uit. Ja, deze. Deze? Ja, deze. Ja, ik zie het. Oh, ja, ik zie hem ook. Ja, kijk maar. Ja, hij zwaait naar ons. Kijk, ons kent ons, hè. Ja, dan zal de wereld er alles uit gaan zien als hij in de gemeenteraad komt. Hè? Het ziet er wel stoer uit, hè. Ja, dat is mooi. En hij heeft er een hoed op, geen helm. Die kan maar rustig een keer op zijn hoofd halen, denk ik. Dat zou kunnen. Het ziet er goed uit. Het ziet er heel ludiek uit, hè? Ja. Het zijn de beveiligers van carnaval. Ja, heel goed. Veiligheid van alles. Ja, het is wel leuk. Het is met een knipoog, hè, naar de veranderingen. Ja. Dus voor het behoud van de carnaval. Ja. En we hebben nu al de volgende. Legotopia hebben we nou. Legotopia, dat gaat over Lego. We hebben gebouwd aan onze ideale samenleving. Ultiem geluk of complete chaos. Met Lego kun je alles maken. Kijk. Ja. Klopt helemaal. Heel mooi. Haren on tour. Oh, dat is morgen, denk ik. Haren on tour. Mensen moeten nu weer aan de kant met zo'n grote wagen. Ja. Ja. Dat is de carnavalswagens voor de jongeren weer. Dat is een nieuwe groep. 13, 14-jarigen die doen voor de allereerste keer mee aan de optocht. En vandaar die dobbelstenen op het dak. Ze wagen een gokje. Ze gaan eens kijken of het iets voor hun is. En dat is het zeker wel. Dus er is weer een jongere groep erbij. Heel erg leuk. Dat is voor toch die Legotopia. Iets gewonnen? Ja, in haar hebben we 2 prijzen gewonnen. Inprijs en sms-prijs. Kijk, kunt rustig ook squaren, dat ziet er maar. Nou, dat is een blijvertje dan. Leuk opgebouwd. Ja. Carnavalsvereniging Hot. En dit jaar gaan we iets laten zien waar er nooit betogers hier op de Noordwijkse. Komt er direct weer eentje achter hun, geloof ik, hè? Van, uit Haren. Ook uit Haren, ja. Ja. Veel jeugd dan uit Haren. Ja, klopt. Hele nieuwe groep erbij. Elk jaar zijn ze erbij, hè? Ja, maar deze die doen voor het eerst mee. Ja, doen voor het eerst. Ja. Meteen het casino erbij. Goed gelukt. Ja. Zou ze kansspelbelasting moeten betalen? Nou, deze niet, denk ik. Hè. Zijn 118. Waar geldt dat niet?
hebben ook geen bier bij zich. Ja, dat zal toch niet mogen, wel? Nee, nee. Helemaal niet genoeg. En daarachter zit inderdaad weer een wagen uit Haren. We zien het nog niet helemaal. Ja, nou zijn ze in beeld. Wild uitziende mensen. Het is wild uit Haren, denk ik. Carnaval met de maatjes, knotsgek en oergezellig. Oh, ze hebben ook flinke oergebaren, grote knuppels in hun hand. Het is gevaarlijk. Knotsgek hier. Ja, knotsgek en oergezellig. Met de maatjes. Ik zie het. Van klein tot groot. Van de minimaatjes tot de maximaatjes. De jongste is 3 en de oudste is geloof ik 52. Dus, en alles ertussenin. Superleuk. Ja, dankjewel. We hebben ons best gedaan. Het ziet er heel mooi uit. En dankjewel. Leuk om te horen. Ze wilden dit jaar echt terug in de tijd. Naar het oertijdperk. Uitkijken. Als ze dat toen in de oertijd ook gedaan hadden, was het toch een feestje. Denk het wel. En vindt het knotsgek? Ja, knotsgek en oergezellig altijd. Hé, hey, zo is maar net. Kijk, de oermens in deze tijd. We hebben in ieder geval genoeg beweging. Ja, ik wil wel zeggen. Nou jongens, kijk hier. Kijk, van Keusten. Op de handjes. Dat gaat dus echt helemaal precies volgens de muziek en de tekst. Ja, ja. Geweldig. Er komt een mooie wagen bij. Hoort er ook allemaal nog bij, hè? Bier gooien! Nee, dit is op de carnavalswagen. Hello. Dit is nummer... Nee, dit is ding nog. Dit is, oh, dit is 34. Ja, dit hoort er nog bij. Deze horen bij elkaar. Oh, ja. Dat is groot, hoor. Daar kon even het plaatje er niet zo goed in. Nou. Mooi gemaakt. Fantastisch. Kijk, het is een oeroude techniek. Het hoofd van die draak. Ze trekt aan het touwtje. Ja. Komt hij terug.
Maar ze duurt hem weer. Kijk, die meneer vindt er nog niet zo knotschik daarvoor. En die vindt er nog niet zo knotschik daarvoor. Dat is levensgevaarlijk. Ja, en dat doe ik, dat ga je. Hoor je het wel drukken. Ja. Een oeroude techniek. Een flinke krachtsinspanning hoor, om dat zo te laten bewegen. En voorop. Mooi. Ja. Om te bouwen. Nou, fantastisch gebouwd, echt. En dit is het toeziend oog, hier achteraan. En dan krijgen we toch het Oostenrijkse brandweervereniging. Hè? De brandweer van Oostenrijk heeft dit jaar als thema de ruimtevaart gekozen. Voor op de wagen zien we een ruimteschip en op de carnavals, die op de carnavalsplaneet is geland. Hier is het chauffeur van de wagen in. Ja. Oh, dat is allemaal mooi hoor. Zijn ze al geland? Ja, 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 zijn ze al geland? Ja. Okay. De mannetjes lopen ervoor zien we. En op de planeet ligt een grote raket, dat is rond Prins Carnaval die het heel alles ingeschoten. De raketmotor die wordt met straalmotoren rechtop gezet en probeert vervolgens vast te komen van de planeet om terug te keren naar... Welke schat. En op de planeet zijn enkele buitenaardse wezens zichtbaar. En rondom de carnavalswagen loopt de Raad van Elf rond in hun astronautenpakken. Die lopen hier vooraan dan, denk ik, ja, toch? Ja, ja. En achter de wagen zien we het Delkenschat Space Station in de ruimte zweven. Met daarboven twee astronauten en die een ruimtewandeling maken. Nou, dat is natuurlijk wel weer een geweldige... Ja, wat een bouwwerk. Inspiratie van die mensen. Die zie ik zweven al, hoor, daar achter die raket. Ja. We hebben nu die Raad van Elf in beeld dan. In de astronautenpakken. Leuke pakjes. Het is wel helemaal af, hè? Ja, ja, echt. Het ziet er echt geweldig uit. Ik zal vragen of ze al in de ruimte zijn geweest. Hoe was het in space? Wat zegt u? Hoe was het in de space? Supergezellig. Zweven daar? Warm, beetje warm. Beetje warm? Ja, ja, klein beetje. Het ziet er mooi uit hoor, hè, Jan. En dan krijgen we die twee astronauten die er buiten rond zweven. Als eentje zien we niet. Mooi beeld. Nou, oh ja, nou hebben we die shuttle hier in beeld. Schoten. Ja, die pakjes zullen inderdaad erg warm zijn met dat kunststof, hè? Vinyl of wat is het? Ja, het is er lekker weer voor, denk ik. Mooi hoor. Zo. Kijk. Daar gaat hij hoor, daar gaat hij. Geweldig. Kijk, de prins zit erop. En hij daalt weer in het Delkenschat. Mooie outfit, echt. Hier is heel hard aangewerkt. Ja, hè? Dat is heel mooi. Echt. Ja. Ook een beetje traditie, hè? Dat ze schitterende dingen maken, bewegende dingen. Maar ja, die hebben ook een heleboel verstand van die techniek. Ja, en van rook. Dan kun je zien wat er allemaal mogelijk is. Zo. Ja, leuk.
Space Station. Ja, zwevende astronauten. Mooi hoor. Heb je dat gezien naar boven? Wie erin zit? Dat is de prins. Ja. Die wil de lucht in. Mooi ah, shot zo. Die zweeft zo. Gewoon. Ja. Ja. Tegen de blauwe hemel aan. Welke schat, Space Station. Kijk, leuk, die groene mannetjes die eruit komen. Kun je het niet zo goed zien op het scherm, weet je wel? Ja, dat komt nu. Die zijn opgeschoven op een of andere manier. Ja. Die waren er straks even kwijt. Dan komen ze aan. Dan moeten we even terug. Een Legotopia die erachteraan zit. We hebben gebouwd aan onze ideale samenleving. Dat heb ik straks ook al gezegd. Ultiem geluk of complete chaos. Met Lego kun je alles maken. Bijna alles. Het is wel heel mooi. Ja, fantastisch. Moet je zien die gelijkenis. Zo zien die poppetjes, die Lego blokjes er ook echt uit. Nou, als ze dat vanzelf gemaakt hebben, dat is wel heel erg knap. Denk van Lego. Zo. Ik denk dat er iemand bij Lego werkt, ja. Dit is ook fantastisch, toch? Moet je kijken, ja, alles in detail. Ja. Dat kan zo uit de Lego-winkel gekomen zijn. Ja. De kliksysteempjes, de handjes, geweldig. Echt mooi. Lachende en boze mensen, zie je. Mm-hmm. Boze gezichtjes. Er is ontzettend veel werk besteed aan al die dingen die voorbij komen, toch? Ja, het lijkt wel dat zo uit de reclame is weggelopen. Ja. Ook uitgemaakt. Misschien kun je eens kijken of ze kunnen praten. Ik vrees van niet, maar ik kan het proberen. Hè? Ik zal het proberen. Volgens mij wel. Hoe is het hier binnen? Ja, het is hier warm. Lekker warm? Heerlijk warm. Jullie zien er echt prachtig uit. Dank u. Het is een beetje warm naar binnen, jongens, in die Lego steentjes. Ja, ik hoor het. Verbaast me niks. Het is echt geweldig. Het ziet er echt prachtig uit. CV zonder jongens. Wat het allemaal is. We hebben de poppetjes nog in beeld. Mooi. Ja, ja, nog steeds. Ja, wat hiervoor aan. Ja, ik herken ze wel, al die Lego steentjes. Ja. Leuk. Ja. Geef ze al en dan lopen ze weer. Zo gaat het. Maar deze stond het wel op de lijst. Even kijken. Er was, die zat ervoor. Die zat op 31, maar dat is doorgeschoten. Ja. Het loopt dan een beetje door elkaar, dus moeten we even opletten. We moeten even, ja, fijn dat die nummers dat we er even doorkrijgen. Want het zit niet helemaal op volgorde. Jij hebt de lokale valspraak verwassen uit Heukelum. Ja. Nou, dat is toch ook een gigantisch bouwwerk wat eraan komt. Ja. Prins Willy. Oh, mooi. Geweldig. Die paarden daarvoor. We hebben de Lego poppetjes nodig. Ja. Maar daar achteraan, daar komen ze aan. Ja.
Heel goed. Nou zien we. Ja. Dat is ook het heugelijk. Kijk eens, ja. God, echt heel huikelijk zit bij ons hier. Ah, ook weer fantastisch. Mooi dit. Ja. De gemeenschap. Ja. De groep daarvoor. Dan zit er hier deze wagen duurt. Duurt met Prinsjesdag 4 dagen. En meisjes. Ja. Ja. Oh, dat zijn de dochters. Ja. Hebben jullie dat geleerd, dat zwaaien? Ja. Dat zijn de dochters, hè? Wel lief lachen. Ja, we blijven lachen. Zit in de genen. Hallo Nederland. Hilversums G. Ik word de nieuwe koningin. Echt waar? Nee, ik word de koningin. Als Amalia doodgaat, dan ben ik het. Maar ik werd de koningin. Er wordt nu al ruzie gemaakt over wie ooit de koningin zal worden, zeg. Nou, het zijn wel lekker losse meiden, dit. Ze hebben goed gehoord met zwaaien. Kijk, daarbovenop. Prins Willy. Mooi kasteel. De meisjes zitten nu in de koets, in de gouden koets. Oh ja, dat kunnen we leuk, nog niet zien. Ja, kunnen wij nog niet zien. Oh ja, nu wel. Ja, kijk, oh, die toren die staat op die koets, we zien ze, geweldig. En dat komt allemaal uit, hè? Ja. En die kleding allemaal. Moet je kijken, ja. die koets is toch heel mooi met die paarden. Ja. Echt fantastisch opgebouwd. Super. Geweldig mooi. Dan komt er gauw goed. Hoe heb je gebouwd op deze wagen? Enig idee? Maanden. Maanden. Ja, het ziet er wel zo uit. Prachtig. Mooi, hè? En een echte koningin? Ja, mooi, hè? Willem-Alexander en Beatrix. Prachtig. En oh, ben jij er ook bij? Ja, en de prinsesjes lopen ook ergens rond. Ja, die hebben we al gespot. Oké. Okay. Ja, ja, ja. De koning. Kijk, geweldig. Die koetsier, touwtjes in handen. Mooi. Op deze wagen, nu na Prinsjesdag, op 4 dagen. Zo kom met z'n allen in de Polonaise en we maken een feest. Achter die paarden, daar zit iemand onder die dat allemaal bedient. Zie je dat? Dat kunnen wij vanuit de wagen kunnen we dat zien. Oh ja. Die bestuurt dat hele ding, dat die paarden van links naar rechts gaan. Zo, maar die zit hier tussenin. Ja, die zit daar tussenin. Ja. Dat kunnen wij zien. Nou krijgen we het totaal, ja. Nou krijgen we het ook in beeld. Door iets te ver weg om erin te kunnen kijken. Is er een machine wat haast je straks kan? Deze leider, bestemd op ons lot. We vinden hem op onze God. Ja, nou komt hij. Ja, kijk, ja. Komt hij in beeld. Heel mooi. Nou, wil je ook een zelfvertrouwen hebben, hè? Wil je eronder zitten? Ja. Het volk nam daar kennis van in zijn studententijd. Hij kwam in Leiden aan. Heel leuk bedacht. De koning wordt zo wel continu heen en weer gekroond, hè? Het ene kroontje na de andere steek. Kijk, daar zijn de meisjes weer. Wacht even, jongens. De prinsesjes. Ja. Mooie blauwe jurkjes aan. Jongens, ik zit in de wagen. Ik
zit in de gouden koets. Ja, we zagen hier naar binnen gaan. Ik zit hier bij de drie prinsesjes. Wie wordt er nou als eerste gekroond? Amalia. Maar Amalia, dat ben ik. En dan? Alexia. Kans, maar dan moet ik ook doodgaan. Maar jullie kunnen wel goed zwaaien, meiden. Oh, daar gaat hij weer. Is er ook iemand die het Wilhelmus meezingt hier? De koning. De koning. Dat is papa, zeggen ze hier. Die heeft er gewoon... Papa en mama zitten hier achter. Mama en oma. En ook oma? Oma. Oma zat ook op het balkon. Zag het? Ja. Oma is van Bil gegaan. Oma heeft het een beetje op de heupen. Echt waar? Van wie? Wat zeg je? Van wie? Ja, van dat is misselijk. Ik denk dat in een klein uurtje in de kroeg doorgegaan, oma. Ja, dat is een wilde, hoor. Nou, zullen we het er maar niet over hebben. Ja, kijk, daar komen ze weer. Nou, als die koning zich nou nog niet thuis... Ik ga even kijken of dat ik er weer uit kan klimmen. Ja. Als die koning zich nou nog niet thuis voelt in Oosterwijk, dan weet ik het niet meer, hoor. Volgens mij gaat er direct een cameraman mee naar boven. Ik ga daar mee naar boven, ja. Ja, volgens mij gaat Joep... Doe daar niet toe, het is meer wat wij vertegenwoordigen. Hij staat nou in plaats van de koningin. Leuk. Die wielen van die koets, die draaien gewoon door, hè? Mooi. Alles zit in beweging. Echt. Kijk. Mooi. De koets van boven. De opname van boven. Het is het eind van het verhaal en heel Nederland is stil. Wat gebeurt is ongeveer onze vastingstap van de troon. Maar de opvolgers van planen zonder baan is het je schrap van onze aardedaag. Hij over een provincie leiderschap en een grondelijke bevolking met een eenheid ongekend. Hij is de bouwer uit de stenen en het bier is het cement. Ja, we hebben moeten wachten op het trekken van zijn plan. Maar prins Pils is nu koning Pitterman. Het beleid van koning Pitterman is een regime van haast en strakke kant. Onze God. Zie je de wielen? Mooi. Echt een mooi exemplaar. Zo, dan gaan ze weer vertrekken. De koning en de koningin. Geen gezeik, hè, staat hier achterop. Geen gezeik. Heel goed. Goed uitgesproken. Goed uitgesproken. Ja, heb ik een hoop schieten. Wat gaan we nog krijgen? Dat was de laatste. Dan gaan we terug naar de 36. Die geschoten is altijd mis. Ja. Op deze wagen staat een supergrote... Lukkeluk, ja. 5,5 meter. Dat is nogal een bouwwerk. En Lukkeluk kent iedereen wel, denk ik. De stripverhalen, de Daltons. Het hondje erbij. Ja. Dat is ook op leuk, en dat, ja hoor, dat zien we zo ook in beeld. Ja, dat is Joep. Was Joep in beeld? Ja, dat is er ook bij, hè. Ja, die moet begeleiden, hè. Kijk. De hond die beweegt ook, heel leuk. Carnavalsvereniging op stap. Niet geschoten, altijd mis. Nou, helemaal waar.
een hoop leut hier in deze wagen. Kijk, het hondje kwispelt. Maar de bak zit vol met Daltons. En de kroeg. Die achterkant, die gaat ook heel interessant worden zo meteen. Het deurtje erin. Mooi hè. De deur van de cel staat open. Even kijken en dan... Ja... Er komt 40. Een hoop lawaai, denk ik, en een hoop rook, zie ik. Ja. Is dit Moergestel? CV Juin, denk ik. Als het... Ja, dat is nummer 40. CV Juin. Kan er wel zwaar voor volwassen, ja. Dat denk ik. Ja. Thema is Amerika. Oké. Moeten we even wachten tot we wat meer zien. Ja, hij komt wel in beeld, maar het is jammer geheel, dat heb ik al gezien. Ik denk er heel en veel die jeugd komen zijn. Uit Bergen-Lenschot. Ja. Carnavalsvereniging Juin. Nog heel veel jeugd is, zo te zien. Ja. Komt hier een klein Mexicaantje aan. Ja, ze gaan voor een typisch Amerikaans figuur, die Uncle Sam. Dan wil iemand iets zeggen. De groetjes aan opa en oma Evers. Van een klein Mexicaantje was daar hier beneden. Oeh. Het is allemaal jeugd jongens hier, gezellig. Ja. Ze hebben op de zijkant van de wagen de woordspelling staan. Voor Fabulous Beverly en Scott. Dat zullen we zo wel zien. En het bekende bord van Las Vegas. There is one of the moments that you love to hate me. Feestvier, hier achter op de wagen. Ja, een beetje muziekje erbij. Ja, de zijkant komt nu in beeld. Mexico. Zo. Ja, die zijn 18 geweest. Ja. Ik denk het wel, ja, zo te zien. En het is helemaal Amerikaans. Ga uit je dak. Ja, dat schudden we wel mee. Ja, het gaat goed. Ze houden zich netjes aan het geluid. Limit. Ja, dat is een feest. Jawel. Weet ik ook. Ja, ik hoef niet veel te zeggen. Kijk, Fiesta Los Carnavalos. Bas zit er ook genoeg in. Mooi. Maar wel enthousiast, moet je dan kijken. Het is super. Omdat wij ook in de vrachtwagen zitten, denken ze dat wij... Oh, dan moeten we even misschien terug. Kunnen jullie ook van die harde muziek maken, ja, van die kant in de wagen. Het Wilde Zuiden uit Moergestel komt nu. Ik denk even het. Kijken. Ja, die komen nu in beeld. Die komen uit Moergestel, die hebben in Moergestel al meegegeven. They wanted more party people, staat erop. Oh, dat klopt wel, dat is Gijsels. Hij is homo! Hij is homo!
mooi, zo mooi. Dat is deze. Het loopt een klein beetje door elkaar. Ja, we krijgen 38. Ja. Ja. Je zit erachter. Maar deze is 37. En 38, ja. Dat is de carnavalsvereniging Verweg. Dat bestaat niet meer. Duur niet lang meer. Zeven is mijn weer. Dat zijn ze. Dat zijn ze. Jongetje was er. Mag dat niet? Dat niet. En dat heeft te maken, Frozen, met de nieuwe Disney film. Die is helemaal super. En ze hebben ook een redelijk gekoelde wagen, want de rook komt er vanaf. Koelwagen. Een koelwagen. Zo te zien al. Maar van binnen is het beter, denk ik, zo te zien. Denk het ook. CV Jaan? Ja, CV Jaan, ja. Die kan even kijken. Ja, dit is nog Boer Westel, waar nou voorbij komt. Oké. Okay. Ja. Dat komt direct, die komen uit Berkelenschat, die hier vallen. Ja. Ja, er zaten twee op elkaar, hè? Ja. Eentje hebben we al gehad, een stukje. Ja. Oh, dit is dan weer met het thema een concert. Wat daar aankomt. En dat is dat Amerikaanse. Die komt hier achteraan. Die zit erachteraan, ja. Ben jij van 7 jaar? Ja. En wat doen jullie allemaal zoal hier? Wat doen jullie allemaal zoal hier? Voor hier. Ja? Bier drinken. Alleen maar bier drinken op die wagen? En dansen. Oké. Een hoop leut? Ja, alleen maar. Dus het is heel gezellig daarbinnen? Ja. Ja. Hou zo. Ja, daar kan ik niet veel op zeggen. Nee, hè? Eerste jaar dat we meedoen, hè? Jullie doen voor de eerste keer mee? Ja. En, maar nu voor de laatste keer. Dat smaakt naar meer. Ja. Al die jeugdwagens achter elkaar. Ja, ja. We zijn echt Oostenrijk. Die laatste, de 41, zijn mensen uit Oostenrijk. En dit is Berkelenschat. Wel leuk hoor, Berkelenschat, Boeristel, Haar erbij. Best wel heel gezellig. Ja, we maken het optocht wat leuker, wat voller en wat groter. Dat is toch wel belangrijk. Dat heet integratie. Welkom toe, Fabius. En dan gaat iedereen zo stilaan richting Tiliander voor de prijsuitreiking. En dit is de laatste wagen, Jot. Komt nu in beeld. The Pirates of Hardstyle Carnaval. Dat gaan we nu zien. Is er al bekend, Guy, hoe laat we verder gaan uitzenden vanavond? Ongeveer. Die doen voor het 8e jaar mee. Het is een groep, een Oostenrijkse groep. En ze hebben gekozen om allemaal als piraten te gaan. Weet u. Nou, dan krijgen we vanavond de herhalingen. Zowel van de galaavond als van deze optocht. Dus u kunt nog dagen genieten van de Oostenrijkse carnaval. Dat hebben we ook speciaal gedaan voor de mensen. Die aan de optocht meedoen, dat die ook nog eens een keer zichzelf kunnen zien de komende dagen.
En dan zal Claudie zal zo dadelijk afsluiten als de laatste wagen voorbij is. De laatste wagen gaat hier aan mijn neus voorbij. Laten we er nog even naar kijken. Jot. The Pirates of Carnival. De Pirates of Carnival sluiten hier vandaag de optocht. Hier in Dallekeschat. Volgens mij was het een hartstikke leuke optocht. Heel veel plezier gemaakt allemaal. Ik dank vanaf deze plaats iedereen. Alle vrijwilligers die mee hebben geholpen aan deze uitzending. Alle vrijwilligers van Novo. En alle kijkers thuis, dankjewel voor het kijken. Heb ook een hoop leut. Al is het thuis, het maakt niet uit waar je bent. Een hele fijne carnaval. En tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Doei. Doei. Ga nou eens studeren, doe nou toch het best. Anders krijg je spijt voor je leven en de rest. En als je dop bent, groeit de gras op oerbol. Gras op oerbol, gras op oerbol. En als je dop bent, groeit de gras op oerbol. Gras op oerbol. De 65, dan hoefde niks te doen. Je wordt een beetje grijzer, lang leven het pensioen. Vroeger waren de rechter en nu is alles krom. Ze noemen hoe de klokken luiden van de Notre Dame.